Het prijsaanduidingsbesluit van Suriname is aangepast en goedgekeurd door de regering. Dit besluit is bedoeld om consumenten te beschermen tegen misleidende prijsaanduidingen en om ze in staat te stellen wel overwogen keuzes te maken bij hun aankopen. Minister Reshma Kuldeep Singh van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie gaf aan dat het te vaak voorkomt dat consumenten betalen voor producten en niet weten waarvoor ze betalen, als ook waarvoor ze belasting betalen. De bewindsvrouw vertelde verder wat er nog verwacht kan worden van het prijsaanduidingsbesluit. Het is al bekendgemaakt, het gaat per 1 september in. We zijn momenteel, zullen er trainingen verzorgd worden om ondernemers en winkeliers te helpen hun kassasystemen via een heel makkelijk systeem op te graden en te kunnen downloaden. Het is een gratis systeem dat ze kunnen doen. Wij als ministerie zijn bezig met trainingen daarover. Maar ook zullen er communicatiesessies zijn met alle stakeholders van het ministerie. Zeker alle organisaties en winkeliers. Maar natuurlijk is het al lang bekend. Wij roepen al heel lang dat de consument moet kunnen zien wat zij op de bonnen hebben gekocht, waarvoor ze BTW betalen, waarvoor zij winkelier, de naam van de winkel, de prijzen en het product dat ze hebben gekocht. Het is een aantal dingen dat zij moeten aangeven op het staatsbesluit. De bewindsvrouwen zei ook dat de prijzen voor vooral de basisgoederen zoetjes aan vanaf januari goedkoper zijn geworden. Ze onderstreept dat het ministerie met cijfers werkt en niet zomaar speculeert. Dat wij elke 2 weken de prijzen bekendmaken, zeker als het gaat om de producten, de basisproducten. En die worden gecontroleerd door het ministerie van Economische Zaken. Vanaf januari kunnen wij de cijfers checken en de koers dropt. Dus wij maken elke 2 weken bekend en aan de hand van de cijfers kunnen wij zeggen dat de prijzen inderdaad mondjesmaat zijn gedropt. Ik ga niet zeggen dat het verschil groot is, maar aan de hand van de importen en de ladingen die binnenkomen, worden de prijzen berekend aan de hand van de douanekoers die ook gedropt is. En dan kunnen we zien dat de prijzen in de winkels bij mondjesmaat droppen. Ik krijg van winkeliers en van supermarkten krijg ik inderdaad, zeker als minister ook, krijg ik dat, minister, we hebben de prijzen gedropt, kijkt u hier, want ze weten dat we de controle doen, kijkt u de prijzen, we hebben het gedropt en inderdaad hebben we gezien dat heel wat winkels bekendmaken. De Economische Controledienst ECD moet toezicht houden op de naleving van deze regeling en voert op basis van het gewijzigde besluit controle werkzaamheden uit. Het ministerie zal via voorlichting zowel bedrijven als consumenten informeren over de nieuwe regels en hun rechten en plichten.